Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze, de videoboodschap op de site van Dagblad bij Hen de Stem. Je hoort op de achtergrond al een orgel en dat is het orgel van Sven Hammond Soul. Sven Fiji is de organist en hij heeft al sinds 2006 een geweldige band, Sven Hammond Soul dus. We luisteren eerst een stukje van de plaat Marmalade Sessions, die is uit 2010. Het nummer op de achtergrond hoor je al, dat heet Swoogaloo. En daarna ga ik iets vertellen over de metamorfose die de band onlangs doormaakte. Want ze bestaan nog steeds en ze hebben weer een nieuwe plaat gemaakt. Maar daarover straks meer. Eerst oude muziek uit 2010. Sven Hammond Soul. Heerlijke muziek van Sven Hammond Soul uit 2010. De band die is al sinds 2006 dus actief. Sven Fiji, dat is de organist, die is nu inmiddels 38 jaar. Die heeft als ritmetandem Glenn Gadum, dat is de bassist. En Joost Kroon, dat is de drummer. Die drummer zou je kunnen kennen uit New Cool Collective. Hij stond ook bijvoorbeeld achter de drumkit, zat hij bij Kane een tijdje. De gitarist in de band is Tim Eimaal. Nou, die band is eigenlijk al jaren bij elkaar gebleven, maar om de muziek wat uit te breiden hebben ze wat blazers ingehuurd, hebben ze wat zangeressen en ook een keer een zanger erbij gehaald. Nou, dat gaf de band in ieder geval steeds meer mogelijkheden in het jazz, pop en soul circuit waar ze opereerden. En die zanger die ze aantrokken, dat was een jonge, zwarte jongen uit Almere en dat bleek een enorm talent. Ivan Perotti heet hij. En dat blijkt een ras entertainer en hij heeft ook nog eens een gouden stem en hij is een fantastische songschrijver. Nou, dat gaf Sven Fiji het idee van nou, we moeten toch eens een keer met die band iets anders gaan doen. En dat leidde tot een nieuwe plaat, The Usual Suspects. Die plaat, je ziet er zo uit, die kwam begin 2014 uit. Die werd geproduceerd trouwens door Tony Platt. Dat is een geweldige producer die in het verleden met Bob Marley werkte, maar ook met AC/DC, met Motorhead. En met heel veel anderen, ook trouwens met New Cool Collective ooit. Nou, het is een metamorfose, zei ik al, die de band heeft doorgemaakt. Want op The Usual Suspects hoor je een stevige rhythm and soul band. Echt een soort Black Keys extra large of een Black Keys extra strak. Want de drummer Joost Kroon is echt grandioos. Je hoort ook een beetje de groove van Living Colour erin, de rockband, de zwarte rockband van vroeger. En zowel op cd als live, ik mocht de band vorige week in Beurt in Rotterdam meemaken, is het echt een sensatie. Sven Hammond Soul, je mag het ook inmiddels afkorten tot SHS. Want Sven Fiji heeft toch wel door dat Sven Hammond Soul een wat verouderde naam is. En dat de band nu toch wel als hecht vijftal een nieuwe carrière move heeft gemaakt. Nou, we gaan tot slot van deze Willems Keuze luisteren naar de titelsong van The Usual Suspect van de nieuwe plaat. Volgende week weer andere muziek. Dit is Sven Hammond Soul. Tot volgende week.